Jeugdraad Suriname. Voor jongeren, door jongeren. Jongeren van Suriname, op donderdag 1 juni aanstaande zal de verkiezing plaatsvinden voor de Jeugdraad Suriname. De Jeugdraad Suriname is een orgaan welke bestemd is om jullie belangen te behartigen, om issues die jullie bezighouden te bespreken en met oplossingen te komen. Maak daarom gebruik op donderdag 1 juni aanstaande om je stem uit te brengen. Het is in je eigen belang. Doe mee, stem, zodat jullie stem ook gehoord kan worden middels jullie jeugdvertegenwoordigers. De verkiezingen voor de Jeugdraad Suriname zijn op 1 juni 2023 en zullen online plaatsvinden. Ja, je hebt goed gehoord. Waar je ook bent in Suriname, jij kunt digitaal stemmen op de kandidaten van jouw district. De stemming begint om 7 uur 's ochtends en duurt tot 6 uur 's avonds. Elke kiezer mag maar 1 keer digitaal stemmen op de dag van de verkiezingen. Maar wie kan allemaal stemmen? Alle jongeren met de Surinaamse nationaliteit die op de dag van de verkiezing minimaal 12 en maximaal 25 jaar zijn, mogen stemmen op hun favoriete kandidaten. Maar hoe moet je stemmen? Als eerste bezoek de website www.jeugdraad.sr. Klik op Stem nu rechtsboven van het scherm. Vul je ID-nummer en geboortedatum in om toegang te krijgen tot het stemportaal. Heb je nog geen ID-kaart? Geen probleem. Je kan je identiteitsnummer achterhalen uit je familieboek, paspoort of een uittreksel van het bevolkingsregister. Vul bij het volgende scherm jouw e-mailadres in en klik vervolgens op verifiëren. Er zal dan een inlogcode naar jou gemaild worden. Vul de code in die naar jou is gestuurd via de mail. Hou er rekening mee dat je elke 60 seconden een nieuwe code mag aanvragen. Na verificatie krijg je toegang om digitaal te stemmen voor de kandidaten van jouw district. Voor de afvaardiging per district in de Jeugdraad Suriname geldt de volgende verdeling. Paramaribo 9 zetels, district Wanica 4 zetels, Nikeri 3 zetels, Komowijnen 2 zetels, Sipaliwini 2 zetels, Brokopondo 2 zetels, Marowijnen 2 zetels, Para 2 zetels, Saramaka 2 zetels en Koroni die heeft 1 zetel. Je mag het maximaal aantal afgevaardigden per district selecteren. Dus, als jouw district 3 zetels heeft, mag jij voor 3 mensen stemmen. Klik hierna op Stemmen. Je komt dan terug bij het stemportaal en is jouw stemstatus veranderd naar Al gestemd. Je mag dan uitloggen. De kandidaten met de meeste stemmen per district hebben zitting in de Jeugdraad Suriname. Doe dus mee en stem op je favoriete kandidaat die jou kan vertegenwoordigen in de Jeugdraad. Jeugdraad Suriname. Voor jongeren, door jongeren.